Blije journalisten, suppoosten, conservatoren, persmedewerkers... en niet te vergeten een blije directeur in het Kunstmuseum Den Haag. Bezoekers zijn vanaf maandag 1 juni daar weer welkom... ook bij de horeca en in de museumwinkel. Je boekt een tijdslot en loopt de route Mondriaan of de route Berlage. Het moest zoveel mogelijk blijven aanvoelen als een ruimte... waarin je kunt dwalen zoals Berlage het bedoelde. Kunsthard loopt de route Mondriaan met een extra uitstapje naar Koninklijk Blauw. Van de Duitse kunstenaar A.R. Penk is een grote en erg mooie tentoonstelling te zien van werk uit alle periodes. De grootste doeken moesten van hun frame gehaald en op zaal opnieuw opgespannen, anders pasten ze niet door de deuren. Navid Noer is nog druk bezig met het inrichten van zijn tentoonstelling in de projectenzaal. Het museum stelt onder andere keramiek tentoon en heeft enkele werken aangekocht. De vaste Expo Mondriaan en de Stijl is met haar kruipdoor-sluipdoor zalenstelsel de grootste uitdaging geweest om er een route uit te zetten, maar ook daar is het gelukt. Van Hussar tot van der Lek, van Rietveld tot Oud, ze zijn er allemaal. En. hier je toch niet elke dag in je eet. Beneden, naast de tuinzaal, is werk van de Nederlander Lucassen te zien, geboren 1939, met zijn heldere beeldtaal en curieuze assemblages. Koninklijk blauw is nog niet helemaal af. Een aantal werken uit de National Gallery in Londen kon nog niet deze kant op komen. Maar de pas verworven bloemenpyramides zijn er wel, in volle glorie. En het servies van het huidige koningspaar ook. Wat een feest om weer in het museum te zijn. En eerlijk is eerlijk: met een bescheiden afzettingstouw hier en daar ben je helemaal niet steeds bezig met wat er niet kan, want bijna alles kan hier alweer wel.